Deze dag was een inspirerende dag. Eigenlijk een samenwerking tussen de gemeente en de jeugdteams bijeen. Maar het ging echt voornamelijk om de jeugdteams die bijeenkwamen om te gaan praten van ja, wat doen we eigenlijk? En hoe ver zijn we en hoe gaan we verder? Deze dag begonnen we plenair. We hadden een aantal deskundigen die vertelden over jeugdzorg en over de aantal transities. We zijn uiteindelijk in groepjes gaan zitten. En wat mooi was dat er ook iemand van de gemeente erbij zat, die ook met ons kon brainstormen en ook tegelijkertijd kon horen waar wij tegenaan liepen. Eigenlijk wil je het inzetten, wat zie je in hand in het gezin? Ja. En die oplossing bedenken die past is. Dat is wat jou hoort zeggen. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe zet je iemand dan in zijn eigen kracht? We hebben deze dag samen met de jeugdteams ook georganiseerd. Ze hebben voor een groot deel zelf de inhoud bepaald van hoe die eruit moest zien. Ik vind het heel leuk om met de teamleden zelf in gesprek te kunnen over nou ja, wat zien zij in de praktijk, wat hebben zij nodig, waar lopen ze ook tegenaan en welke oplossingen moeten er nog gevonden worden om hun werk goed te kunnen gaan doen. Nou, wat heel leuk om te zien is bij de gemeente is dat we de korte lijntjes hebben. Dus als er een probleem is, dan kan je dat ook overleggen. En ze willen out of the box denken en dat doen ze dus ook werkelijk. Ze hebben ook middelen, stellen ze ter beschikking om de juiste oplossing te bedenken voor dat gezin. En dus ook het vertrouwen hebben, dat vind ik wel heel belangrijk. De gemeente vertrouwen heeft in de jeugdteams om het op die manier te doen. Nou, dat is fantastisch. Wat wij hieruit meenemen is dat de teams en hun input heel erg belangrijk is voor ons ook om de goede randvoorwaarden te creëren als gemeente. Daar hebben we de teams echt bij nodig. En ze zijn ook bereid om dat gesprek met ons te voeren en daar ben ik heel blij mee. Zeker nu de druk op de teams groter wordt, is het goed om stil te staan en denken, doen we de goede dingen? En kunnen we dan het slimmer doen? Wat ik mooi vind aan deze dag en wat ik ook steeds terug hoorde was van, je hebt je eigen normen en waarden. En dat je mag durven als jeugdteam je waarden zeg maar los te laten, maar jezelf ook tegelijkertijd openstellen om nieuwe dingen te mogen leren. En los daarvan, met de verwachting die de gemeente natuurlijk heeft, dat je toch één taal uiteindelijk mag spreken om ergens naartoe te werken in het belang van de jeugd en het gezin.